zoomen ze. Dat geloof je, jongen, dat geloof je toch niet? Staat het wachtwoord gewoon op een post-it? We zijn in Groningen, waar de provincie Groningen vandaag een campagne start om hun medewerkers bewuster te maken van de gevaren rond informatiebeveiliging. De provincie lanceert 5 speerpunten die blijkbaar voor het personeel nog niet vanzelfsprekend genoeg zijn. 1. Je wachtwoord is alleen van jou. 2. Weg van je werkplek, lok hem dan. 3. Wees altijd voorzichtig met informatie. 4. Oude, niet meer relevante informatie vernietigen. 5. Verdachte zaken ogenblikkelijk melden bij de helpdesk. Wij zullen aantonen dat de provincie niet op 1 van deze punten, ook niet op 2, nee op alle 5 van deze punten grote steken heeft laten vallen. En daarmee de veiligheid van de provincie en wellicht ook van het land en daarmee dus van u ernstig in gevaar heeft gebracht. De gedeputeerde interne zaken is Rudy Slager. Hij is verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging. Eerste beleidspunt, het wachtwoord. Geef je wachtwoord nooit aan iemand anders. Nee, dat is een hele belangrijke zaak, want in je pc zit informatie. En als iedereen daar zomaar bij kan komen, dan heb je dus je hele hebben en houden eigenlijk op straat gegooid. You gotta move. You gotta move. Oké, dat tweede beleidspunt. Je gaat van je werkplek weg, je zet je computer uit. Hoe gaat dat er hier aan toe? Nou, ik denk dat heel veel mensen dat niet doen. Een medewerkster van de provincie Groningen heeft besloten dat het tijd is om de klok te luiden. Deze dappere vrouw, die uiteraard anoniem wenst te blijven, doet een boekje open over verontrustende praktijken op de werkvloer van de provincie. Ja, het is dus gebeurd dat een medewerker, ik zal zijn naam niet noemen hoor, maar een zeer gevoelig stuk wilde lezen over een project waar extreem veel geld en belangen mee gemoeid waren. Geheim dus. Nou ja, de zon scheen en het is een fietsfanaat. En hij ging in Garnwerd op een terras zitten lezen, stukken open en bloot op tafel. Bleek dat er een verslaggever achter hem zat. Nou ja, je kunt dan wel raden wat er gebeurde. Je vraagt je af of het een ongelukje was hoor. Als ik ergens een hekel aan heb, is het lekken naar de pers, dat doe je niet. Behalve natuurlijk als de veiligheid van het hele land in gevaar is. Dan wel, toch? Moet je nou kijken? Hier, hier, zoom in. Dit. Dat ligt gewoon op een bureau. Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie. Dat is voor mij heel moeilijk te controleren. Maar als ik een collegevergadering heb gehad op dinsdag, dan lever ik mijn stukken in bij de secretaresse. En verder kijk ik daar niet naar. Dus ik denk dat zij dat goed laat vernietigen. Maar ik loop er niet achteraan. Maar er zijn heel veel medewerkers van u die vaak thuis werken. Hoe gaat dat thuis met al die materialen?
Ja, het aantal thuiswerkers neemt nog steeds toe. Er zijn heel veel mensen die niet om 5 uur stoppen met hun werk, maar 's avonds nog even die notitie af willen schrijven waar ze die dag mee bezig waren. En ja, ik denk dat bij een ander niet anders gaat dan bij mij thuis. Je print iets uit en je denkt van nee, dit is het nog niet helemaal. En je gaat het herschrijven, je print het nog een keer uit. En wat je hebt uitgeprint, ja, dat kan toch zo bij het oud papier. Wat gebeurt er nou als een medewerker zich hier niet aan houdt? Ontslag op staande voet. Kijk, en kunnen we u daaraan houden, meneer Slager? Jazeker. En weet je wat nou het ergste is van alles? En ik heb er zelf onderzoek naar gedaan. Ons hele computersysteem is geïnfiltreerd door terroristen. Mensen die de boel hacken en meeluisteren en dingen veranderen. En ik weet ook hoe het gebeurd is. Einde. Dag, Jo. De provincie heeft op een gegeven moment zo'n gadget uitgedeeld. Zo'n oranje armbandje met een logo erop. En dat is dan weer een USB-stick. En die is verwisseld. En als je die dan in je pc stopt, dan wordt er een programma geïnstalleerd. Ja, en dan is je pc overgenomen. Geschreeuwd heb ik dat we gehackt waren, net zoals in dat boek Millennium. Dat had ik namelijk net gelezen. Maar niemand geloofde me. Machtswellustelingen. En daarom ben ik nu overspannen en krijg ik medicijnen. Mensen die uit zijn op macht. Oké, take two. Het was het onderzoek meer dan waard. Natuurlijk is het moeilijk om altijd alle onthullingen bewezen te krijgen. Maar het zou zomaar waar kunnen zijn. En dan heeft u er recht op om te weten wat er speelt. Welk effect denkt u nu dat u hiermee bereikt? Ik hoop dat iedere medewerker zich door deze campagne ervan bewust is dat hij zelf persoonlijk verantwoordelijk is voor het beveiligen van alle gegevens, voor het zorgvuldig toezien op vertrouwelijke informatie. Het moet net zo gewoon worden als het halen van een kopje koffie uit de automaat. Gewoon dagelijkse routine. Wij houden de provincie Groningen nauwlettend in de gaten. Daar kunt u van op aan. Wie weet krijgt dit verhaal nog een staartje. Wij zitten er, zoals u dat van ons gewend bent, bovenop.